Het vliegveld van Ursel was voor de vijfde maal het toneel voor de open deurdag van Vliegclub Ursel op 2 en 3 juli 2016. Het evenement staat bekend als Ursel Avia sinds 2015, als herinnering aan de vliegshows die eerder werden georganiseerd op dit NAVO-reservevliegveld en trok in 2016 een record aantal bezoekers voor dit gezellig familie-evenement. De activiteiten concentreren zich tussen het clubhuis en de hangaars van Vliegclub Ursel en langs de underrun van de startbaan. Ursel Avia bood zowel steeds voor elk wat wils, met kinderanimatie en een zeer ruim gezellig terras voor een hapje en een drankje dankzij lokale handelaren, die ertoe bijdragen dat de open deurdag een eigen karakter behoudt. Vooral het gelegenheidsbier Ursels Vliegenierken van de Urselse brouwerij The Musketeers was andermaal een schot in de roos. Maar ook de frietjes met snacks en broodjes gingen vlot over de toonbank. De luchtvaartverkoopstands trokken ook heel wat bezoekers en deden gouden zaken. Daarnaast vonden allerlei activiteiten plaats, zoals een vliegtuigwijding door de Padre voor Onze Lieve Vrouw van Loretta en dansoptredens van Movimento aan het terras. Uitgebreider programma en een sterkte uit het buitenland trokken heel wat media aandacht. We are the Brighton Wingwalkers, wingwalking team from the United Kingdom, and we travel all over the world performing an acrobatic air show with girls on wings. Voor spotters was er een speciaal podium ingericht om alles vanuit een ideale positie te kunnen vastleggen. De publieksopkomst was dit jaar zelfs zo groot dat een speciale geïmproviseerde pendeldienst naar verder afgelegen parkings moest worden ingelegd, met dank aan een van de sponsors, Move Brugge. Ursel Avia was dan ook een uitgelezen kans om bezoekende toestellen te ontdekken, maar ook toestellen die Ursel zelf als thuishaven hebben. Vliegclub Ursel zelf is een Europees erkende vliegschool en heeft sinds kort een ULM-onderdeel toegevoegd aan hun reeds bestaand aanbod. Op beide dagen stellen zij drie types toestellen uit hun vloot voor aan het publiek,
waarbij elk toestel dezelfde manoeuvres uitvoerde om zodoende een vergelijking te tonen tussen de drie vliegtuigen. We demonstratie nemen. Dus je zit vooraan de FK-9 links in de vliegtuig. De Het eerste vliegtuig is de nieuwste aanwinst van Vliegclub Ursel. Een splinternieuw ULM-vliegtuig van het type FK-9, gevlogen door Peter Hofman en gebruikt voor de opleiding ULM. Hier vliegt de FK-9 aan zijn topsnelheid van ongeveer 180 km per uur. Die vliegt momenteel aan zijn topsnelheid van ongeveer 180 km per uur. En hier de minimale draairadius in een horizontale 8. Het is uiteraard vechten tegen de wind. Hier komt de effector voorbijgevlogen door Steven Tijldeman aan minimale snelheid van amper 75 km per uur. Dit vliegtuig valt onder de nieuwe categorie LSA, wat staat voor Light Sport Aircraft, en heeft een maximaal opstijggewicht van 600 kg. Het verbruik ligt zeer laag, waardoor de kostprijs van de vliegopleiding heel wat lager ligt. VCU heeft twee van deze toestellen in de vloot. En ondertussen geeft Steven nog wat vermogen bij en hij neemt ook al weer afscheid van het publiek. En tenslotte de Piper PA-28, gevlogen door Emmanuel de Krane. PCU heeft 5 PA-28 Warrior 3's in de vloot, ideaal om vrienden mee te nemen op mooie vliegtrips in Europa. Het vliegtuig staat ook ter beschikking van de leerlingpiloten voor opleiding. Hier komt de Piper voorbij aan amper 90 km per uur, de minimale snelheid. En zo zien we Manu dus in lijflucht. Deze Harvard, gevlogen door Danica Boter en afkomstig uit het Stamp- en Vertongenmuseum te Antwerpen, werd vroeger gebruikt voor de opleiding van piloten bij verschillende luchtmachten, waaronder ook de Belgische. De 70ste verjaardag van de Belgische luchtmacht was een van de centrale thema's van Ursel Avia 2016. De Belgische luchtmacht liet zich niet onbetuigd tijdens deze viering en nam deel met verschillende toestellen. Hier ziet u een A-109 in medische evacuatieversie. Dit toestel maakt deel uit van het 17e smaldeel te Beauvechain en nam deel aan de staatse tentoonstelling te Ursel. De A-109 wordt verder gebruikt voor luchttransport, verkenning en gewapende ondersteuning voor grondtroepen. En hier een tweede A-109 die op vrijdag de bemanning van de A-109 in de Static kwam ophalen. De opvallendste ster van Ursel Avia was echter de C-130 Hercules, een transporttoestel dat al meer dan 40 jaar trouwe dienst doet over de ganse wereld namens de Belgische luchtmacht. Dit toestel is deel van het 20ste smaldeel te Melsbroek, het militaire deel van de luchthaven van Zaventem. De C-130 kan worden gebruikt voor paradrops, maar is ongetwijfeld het beroemdst voor de humanitaire taken die het al jaren uitvoert op ruw terrein.
De bemanning van de C-130 kreeg het traditionele Ursel Avia welkom met het Ursels vliegenierken. Om de 70ste verjaardag van de Belgische luchtmacht te herdenken, vergastte Ursel Avia ook de prestigieuze tentoonstelling over de geschiedenis van de Belgische luchtmacht. De bodem van de tentoonstelling is een luchtfoto van de eerste Belgische luchtmachtbasis, Kokseire. Het publiek kreeg een deskundige uitleg van de aanwezige militairen over de tentoonstelling. Die was opgebouwd rond een SV-4 in de kleuren waarmee Mike Donnet en Léon Divois in de zomer van 1941 naar Engeland ontsnapten vanuit het bezette België. De Belgische luchtmacht stuurde ook twee van hun nieuwe panterbrandweerwagens van de basis Kokseire om de veiligheid te helpen verzekeren en om hun kunnen te demonstreren aan het publiek. De twee statische deelnemers van de luchtmacht waren het ganse weekend te bezichtigen, ook aan de binnenkant. De C-130 bleek hier een zeer grote publiekstrekker te zijn met talloze mensen die het toestel wilden doorwandelen. Ook de stand van de luchtkadetten en die van de Belgische luchtmachtsquadrons waren populair bij het publiek. Op zaterdag en zondag kwam ook de Sea King van het 40ste squadron van Kokseire langs voor een passage. Na een verkenning door een marketti op vrijdag namiddag, kwam op zaterdagochtend het Belgische demoteam Red Devils langs met hun CI Marketti's SF-260 vanuit Beauvachon op weg naar Valence in Frankrijk, inclusief hun reservetoestel. De Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht, gebaseerd te Gilserijen, wil het Nederlands militair vliegend erfgoed bewaren en ook zij nam een deel aan Ursel Avia. Jammer genoeg was een Spitfire afwezig vanwege een technisch mankementje en daarom bracht piloot Ralph Aerts een Harvard mee naar Ursel. Het tweede toestel was een Beech 18. Hun deelname is van belang te Ursel, omdat de Engelse typhoons die te Ursel waren gebaseerd tijdens de bevrijding na de operaties van het Ursel verhuisden naar de basis Gilserijen. Thank you.
zondag verwelkomde Ursel Avia ook talloze VIP's. Deze mensen konden genieten van een uniek netwerkevenement in de streek, interessante contacten leggen en een praatje maken met de deelnemende piloten onder het genot van smakelijke hapjes en bijhorende drankjes. Zij konden bovendien van op een rustige, uitgelezen plek het spektakel van Ursel Avia volgen, terwijl zij hun contacten verder uitbreiden. En daar hoort natuurlijk ook een welkomstoespraak bij van VCU-voorzitter Jo van de Woestijnen, om de rol van het vliegveld te onderstrepen. De Rangeertje is in Ursel voornamelijk recreatief bezig met opleiding van piloten voor ULM, LAPL op LSA en sinds kort ook op ULM. Niet alleen het recreatief vliegen, maar ook de basistraining voor de professionele carrière. U weet het waarschijnlijk dat heel veel piloten van VCU de wereld rond vliegen als boordcommandant bij verschillende internationale luchtvaartmaatschappijen. Bij de VIP's hoorde dit jaar ook Alters burgemeester, voormalig minister van Defensie en huidig federaal staatssecretaris voor buitenlandse handel Pieter de Krem, die zich liet rondleiden bij het toestellen van de Clue historische vlucht, samen met Alters eerste schepen en B67 lid Philip Verleijen. Meer over B67 later in deze reportage. Intussen gingen er boven het vliegveld enkele voorvluchten door. Uit Nederland komt deze Sukhoi SU-29 van Russische makelij. Dit is een aerobatics vliegtuig met een motor van 360 pk. Door het gebruik van composietmaterialen in de structuur en een titanium landingsgestel is het leeggewicht veel lager en de prestaties dus veel beter dan zijn voorganger, de SU-26. Door strikte regelgeving omtrent aerobatics kon de SU-29 geen volledige demo geven van zijn kunnen. En dit gold ook voor de Extra 330C van Stijn de Jager, gebaseerd te Wevelgem. Dit vliegtuig is ontwikkeld uit de populaire Extra 300, maar het is voorzien van een krachtiger motor, aangepaste rolroeren en het biedt slechts plaats aan één piloot. Een evenement als Ursel Avia voorbereiden is meer dan enkel deelnemers ontvangen. Achter dit evenement schuilt een gans team vrijwilligers dat dagen en zelfs weken van hun tijd en vakantie opgeven om het tot een succes te maken. De voorbereidingen van Ursel Avia beginnen een jaar voor het feestweekend, maar natuurlijk komt alles bij elkaar in de dagen voor de opendeurdag, wanneer het vliegveld in gereedheid wordt gebracht om duizenden bezoekers in alle comfort te kunnen ontvangen.
De belangeloze inzet van deze vrijwilligers, die vaak ook hun eigen middelen aanwenden, is cruciaal voor elk evenement en dit is bij Ursel Avia niet anders. Teamwork is de sleutel en het bouwt sterke banden op. Sommigen gaan zelfs door tot ze erbij neervallen, al zal het zeker niet aan de uitstekende zorgen voor de vrijwilligers liggen namens de verschillende handelaren die ook het evenement ondersteunen. Tijdens Ursel Avia kan de bezoeker toestellen van allerlei slag bewonderen, maar er zitten er al eens heel bijzondere tussen. Dit is een aircoupé, een sportvliegtuig uit de jaren 40 dat voor die tijd een revolutionair uiterlijk had. Ja, cool hè? Volledig maar kloppen. Dit is de T-28 Trojan van Chris van den Berg, een trainingsvliegtuig voor marinepiloten uit de jaren 50. En dit is een Beech Staggerwing, een ongewone tweedekker van het einde van de jaren 30, waarvan de bovenste vleugel achter de onderste is geplaatst. De Gazelle is geen onbekend in het Urselse luchtruim. Dit is Hanno Westdorp met een AT-6 trainingsvliegtuig, samen met een andere bekende te Ursel, de Stinson Reliant van Remco Seiben. En hier enkele pit specials, waaronder die van Peter van Israël, lid van de VCU. Op zondag kwamen vier van deze toestellen langs in een elegante formatie. Ook op zondag kon de medische urgentieteam Ikerui langs voor een overvlucht. Lijkt op een helikopter, maar is het niet. Dit is een gyrocopter, een toestel met een achterwaarts geplaatste schroef. Deze schroef zorgt voor de aandrijving. De rotor bovenop draait enkel als gevolg van de beweging en levert op die manier de nodige draagkracht om de gyrocopter in de lucht te tillen. Magni is een Italiaanse designer van sportgyrocopters. Zit hier een motor aan. Hier gaat de
Piper Cups en Super Cups geen gebrek tijdens Ursel Avia. De Piper Cup was een zeer populair en succesrijk observatie- en verbindingstoestel tijdens de Tweede Wereldoorlog en wordt ook nu nog geprezen door zijn piloten vanwege de prachtige vliegeigenschappen. De populariteit van het toestel gaat zelfs zo ver dat er nu iets nieuws op de markt te verkrijgen is, de Cupcrafters Carbon Cup. Zoals de naam al aangeeft, is dit toestel voornamelijk gebouwd met uiterst stevig, maar ook licht carbonmateriaal, waardoor het legendarische ontwerp nog betere prestaties kan afleveren. Zo kan de Carbon Cup op haast belachelijk korte afstand landen en opstijgen, net zoals zijn oudere voorganger van op ruw terrein, waardoor het toestel een ideaal bushvliegtuig is. En zoals je ziet, kan het ook uiterst langzaam vliegen. Wie zelf ook de lucht in wilde tijdens Ursel Avia, had er alle mogelijkheden toe, met een interessant en gevarieerd aanbod. Zo kon voor een zacht prijsje een helikoptervlucht met een Bell Jet Ranger worden gemaakt, boven de site van het oude Wereldoorlog 2 vliegveld van Ursel, nu de locatie van de B-67 herdenkingssite. Fieldeskaya Deurne bood luchtopen aan met de legendarische Stampen en Vertongen SV-4. Een trainingstoestel van Belgische makelij dat dienst deed bij verschillende luchtmachten, maar toch voornamelijk bij de Belgische en de Franse. Veruit het populairst waren luchtopen met de grootste tweedekker ter wereld, een Antonov AN-2 van Oekraïnse afkomst. Het toestel te Ursel deed oorspronkelijk dienst als militair transporttoestel bij de Poolse luchtmacht en het bevindt zich nog in de oorspronkelijke staat. Dit levert een zeer authentieke ervaring op wat Poolse troepen meemaakten vlak voor een paradrop of op weg naar hun bestemming. Comfort was duidelijk van ondergeschikt belang aan functionaliteit. Tegenwoordig is dit toestel in Luxemburgse handen en zij gebruiken het voornamelijk bij paraclubs.
Tijdens Ursel Avia konden bezoekers dankzij sponsor Move Brugge enkele Ford Mustangs bewonderen, de naamgenoten van een legendarische jager uit de Tweede Wereldoorlog, de P51 Mustang. Ook hiermee konden geïnteresseerden meevliegen dankzij de Vintage Dream Factory van Nieven Lavaart en Frederik Formezele, beiden zeer ervaren Warbird-piloten. Hun toestel draagt de naam Scat 7 en het was het vliegtuig van majoor Robin Olds, een bekende piloot van Wereldoorlog 2 tot Vietnam. Deze P51 is omgebouwd en heeft nu een dubbele vluchtbesturing, zodat passagiers ook zelf de controle van het toestel kunnen nemen indien gewenst. Een historisch toestel als de P51 is zeer op zijn plaats op Ursel Avia, een evenement dat geschiedenis in het DNA heeft zitten. Bezoekers konden tijdens Ursel Avia ook enkele reenactmentgroepen uit hun oude voertuigen bewonderen, nabij het cateringterras en de tentoonstellingstoren van de werkgroep B67. Een vereniging die de geschiedenis van het oude Wereldoorlog 2 vliegveld aan de overkant van de Urselseweg niet wil laten verloren gaan. B67 was de benaming die de Britten gaven aan het vliegveld van Ursel en van waaruit de Belgische, Duitse en Italiaanse luchtmachten opereerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Engelse Typhoon jachtbomwerpers ondersteunen vanuit Ursel de bevrijding van de Scheldemonding om toegang te krijgen tot de Antwerpse haven. De herdenking zit met infopad en monument is nu een trekpleister langs een wandelroute in het Drongengoedbos. Remco Seiben, hier met zijn Stinson Reliant, is ook lid van werkgroep B67. Het Urselse Formation Team de Victors zijn Peter van de werkgroep. Hier ziet u hen opstijgen voor een demonstratie tijdens Ursel Avia met hun vier PA-28's. Eerst maakten zij een voorbijvlucht in formatie met de Stinson Reliant van Remco Seiben, gevolgd door een emotionele Missing Man Formation ter ere van de gesneuvelde te Ursel tijdens de bevrijdingsoperatie. Dan was het tijd om Formation Team de Victors hun eigen display te laten uitvoeren. In 2016 brachten de Victors een volledig vernieuwde display, met sterke nadruk op nauwe formaties, terwijl het geheel toch dynamisch bleef.
niet eenvoudig met de toestellen waarmee ze vliegen, aangezien deze niet over oeverloos vermogen beschikken. Let ook op de nieuwe staarten. De piloten van de Victors zijn allen lid van Vliegclub Ursel. Leider Manu de Kranen is de enige professionele piloot in het team, maar dankzij hun ruime vliegervaring kunnen de andere piloten de precieze display foutloos aan. Nummers 2 en 3 zijn Luc en Rick de Smet en nummer 4 is Steven Taaldeman, ook instructeur bij Vliegclub Ursel, naast zijn dagelijkse beroepsbezigheden. Na de finale break van de Victors maakte de hoofdact van het programma zich klaar voor hun display, de Breitling Wingwalkers uit Groot-Brittannië, gesponsord door de Zwitserse precisiechronograaf Breitling. Onder het toezientoog van de brandweer gaan Emily Gilding en Florence Rolston-Smith de lucht in bovenop twee Boeing Stearmans. De piloten van deze toestellen zijn David Barrell en Martin Carrington. En hier zijn de Breitling Wingwalkers informatie uit het Urselse Formation Team de Victors, een uniek moment.
en dan was het de beurt aan de Breitling Wingwalkers om hun duo-display op te voeren. Zij zijn het enige formatie wingwalking team ter wereld. Hun toestellen zijn Boeing Stearman trainingsvliegtuigen uit de jaren 30, al hebben deze Stearmans een krachtiger motor dan de originele exemplaren om de extra weerstand van de dames bovenop de vleugel te overwinnen. Display willen zij de Barnstorm-dagen van de jaren 20 doen herleven toen stuntpiloten met surplusvliegtuigen van de Eerste Wereldoorlog de Verenigde Staten rondtrokken om bij kleine steden en gemeenten op de Amerikaanse boeren buiten halsbrekende toeren uit te halen. Het spektakel van de Breitling Wingwalkers daarentegen beantwoordt aan de strengste veiligheidsnormen. Met de landing van de Victors en de Breitling Wingwalkers naderen we stilaan het einde van Ursulavia 2016. Al bleven de meeste bezoekers rondhangen om het vertrek te kunnen meemaken van de Belgische C-130 en zij werden door de bemanning allerminst teleurgesteld. Een passend einde voor een memorabel luchtvaartweekend.